allemaal met een briefje op het conservatorium wat ik op had gehangen. Waar ik elke dag langs liep. Dus ik zat niet op het conservatorium, maar ik was altijd heel jaloers op mensen die op het conservatorium zaten. Dus toen had ik een keertje een briefje opgehangen, want ik schreef zelf nummers. En toen kwam uiteindelijk één iemand die had gereageerd. En dat was Arjen en die zit nog steeds in de band. I wonder how many fingers felt me from browsing through postcards with views. I've touched the sugar cube. I put in my mouth the sweetened things. Wij zijn eigenlijk in 2004 begonnen met de band. We hebben Tony op piano, Tony Roe. En die schrijft ook met mij. En dan hebben we Arjen Molema op gitaar. En die schrijft ook met mij. En Maarten Molema, zijn broers dus, op drums. En Lucas Dols op de contrabas en de gewone bas. En ik ben Janne Scha. En ik zing. We hebben niet één stijl, maar het komt wel in de buurt van een beetje roots, blues, folk en soul en zo. Dus, ja. Everybody's just looking down on miniatures of important statues. Comparing them at every boutique. The cheaper over there, but those were bigger. And there's no room in my suitcase. Meestal gaat het zo dat ik gewoon, dan heb ik al een tekst liggen of dan... ben ik op zoek naar een nieuw liedje en dan ga ik samen zitten met of met Arjen Molema, dus de gitarist, of met Tony, de pianist. En dan gaan we gewoon kijken wat er komt. En meestal dan vindt dat zijn weg wel en soms ook helemaal niet. Ik denk dat het grote publiek ons meest kent van festivals en clubzalen. Dus ik ben wel echt heel erg benieuwd wat mensen ervan vinden om in een stoel te gaan zitten. En dat is voor ons ook echt een grote vraag. Of ze niet liever gewoon met een biertje achterin een beetje staan te dansen. Hey, 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 you're on a holiday and you don't hear this song on repeat. Hey, 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 you don't have to stay. Whatever you want, whatever you need. We hebben één klein toertje gedaan vorig jaar om het even te proberen. En het beviel eigenlijk heel erg. Het was in het begin heel moeilijk. Want we waren zeg maar clubzalen gewend waar gewoon heel veel gepraat werd. En soms dan probeer je juist hele kleine dingen te doen, maar die vielen dan soms weg. Dus die liet je dan ook soms maar weg. En die kan je juist weer belichten in het theater. Soms met voor dingen dat ik denk van hoe werkt het in godsnaam in het theater? Het is echt heel anders, hele andere energie dan op een podium of op een in een clubzaal. Want dan ben je echt heel erg bezig met aandacht vragen, zeg maar. Terwijl in het theater heb je aandacht en dan moet je echt heel erg goed gaan neerzetten wat je daar staat te doen. Dus dat vergt echt een ontzettende concentratie. Dat vind ik heel, heel leerzaam. Ik heb niet het idee dat ik beroemd ben. Ik weet niet, als mensen mij herkennen, denk ik, ja, het meisje van de bakker ken ik ook, die kent mij ook niet. Dus ik heb echt geen problemen mee of zo. Of issues mee. Nee. Tussen de Montekkies en de Capulettis.
lief op je genomen. Geef hem maar mij terug. Nee, ze rende. Oh, ze rende. Door het hele huis. Wel genieten van. Een gladiator die ten onder gaat. Het spektakel van de slechte smaak.